Hey gasten, ik ben Tom. En ik ben Timo, what's up? En dit is Retrovirus. In Retrovirus... Oh, je hebt last van een Retrovirus, zie ik. Maakt niet uit. Hey, in deze game is het de bedoeling dat jij... laat ik het zeggen, de vorm aanneemt van je antivirus van je PC. Ja, maar je bent zo gewoon de antivirus van je PC. Ik ben een AVG, maar dan plus. No copyright intended. Of McAfee, of Norton. Of Kaspersky. Zo, daar hebben ze allemaal genoemd. Zo, hoppakee. Hoe dan ook. Dit is dus Retrovirus. Je neemt dus de vorm aan van je antivirus van je PC. Na een infectie van een virus. Sorry. Ah, je moet echt even je virus checken aandoen, want dat gaat niet goed komen zo. Hoe dan ook. Je kan dus als virus... Antivirus. Antivirus. Moet je dus de virusinfectie van je PC moet je voorkomen, als het ware. Ik ben nu de methodiek... aan het achterhalen hoe je in vredesnaam deuren open moet halen, want dat is maar half uitgelegd. Ja, je vliegt dus in je computer en je kunt dus zien hoe smerig je computer is. Ja, gadverdamme. Dus ga schoonmaken. Ga even defragmenteren en je cache schoonmaken en zo. En gewoon even goed inblazen. Ja, vooral inblazen, dat kan ook wel eens werken. Even met een stofzuiger langs, hoppakee. Nou, zoals je ziet is de gameplay gewoon lekker straightforward. Je moet de geïnfecteerde gedeeltes moet je kapot maken met je lasers. Pew, 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 pew. Ja, het is een spaceship combat-achtig. Ja, een beetje vergelijkbaar met Minor Wars. Ja, een andere spaceship combat. Je bent dus een soort ruimteschip antivirus. Ja, en dan moet je daarbij reizen door tunnels. Je moet MB's verzamelen om te upgraden, zodat je meer damage doet of beter kan scannen. Je moet de geïnfecteerde gedeeltes van je PC moet je vrijmaken. En er zijn nog ook een paar puzzeltjes bij, dat je de sleutels moet zoeken voor bepaalde deuren. En het is op zich wel een vermakelijke game. Ik heb nu de eerste 3-4 hoofdstukken heb ik gespeeld. En het is wel vermakelijk. Het werkt een stukje beter dan Minor Wars in de eerste instantie deed. Want het is bijna hetzelfde principe. Maar ik weet niet zeker of dit dezelfde engine is ook, want het ziet er toch wel net wat anders uit. En het is wat dynamischer. Je hebt minder vijanden tegelijkertijd, tenminste wat ik heb gezien. Ja, je hebt minder vijanden. Je vijanden zijn ook allemaal, ja, het zijn virussen. Ja, en die gastjes die net van paars naar geel gingen, die heb ik dus vrijgemaakt. Dat zijn eigenlijk beschermergedeeltes van je OS, van je besturingssysteem. Want je zit gewoon eigenlijk in je PC. Maar die zijn dus corrupted geraakt. Juist, en dan moet je op schieten en dan worden ze vrij. En dit maar je hebt dus ook beestjes in je. Ja, je hebt ook beestjes. Ja, dat is een worm. Ah, dat is de worm. Dat is de worm. Je weet wel, die dingen die je altijd krijgt als jij naar die ene site gaat met al die... Ja, waar jij altijd last van hebt. Met al die tekeningetjes en zo, weet je wel. Want ik wist al dat je zo was. Nee, helaas niet. Nee, ja, goed. Zoals ik al zei, je kan dus MB's verzamelen om te upgraden. Hier zie je dat ik wat MB's zag. En dan ga ik ze pakken. Bloep, bloep. Straks heb je gewoon een GB nodig. Ja, nou heb ik nu eigenlijk al, hè. 1000 MB's en 1 gigabyte. Dus ik moet 12 gigabyte aan info moet ik verzamelen. Dan pas kan ik upgraden. Klinkt heel veel, is het ook voor een antivirus. Dus je zou maar een antivirus hebben die uiteindelijk gewoon 1 terabyte is. Dat is niet heel erg fijn. Het is een leuke game en ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dus als jullie er meer van willen zien, laat dan een comment achter. Ja, en ik denk dat er nog wel even een reeks komt. Misschien dat er een nieuwe update komt of wat dan ook. Ja, we willen even afwachten. Het is, ja, we gaan even kijken. Wel, je hebt 1 computer maar. Je hebt wel verschillende levels. Ja, maar misschien komen ze nog met een update dat je tussen routers moet navigeren, weet ik veel. Wie weet wat ze ermee gaan doen voor nu. Zeggen we bro team out en zo. En tot de volgende keer, like ons op Facebook en op YouTube en de rest. Bro team out!